heeft een enorme impact, hè, op die plaats. Ja, je moet je voorstellen... Lockdown gaande. Totale lockdown. Er zijn op dit moment 18 dorpen en steden... waar mensen gevraagd wordt om vooral binnen te blijven, om te schuilen. Alle scholen blijven dicht, de supermarkten blijven dicht. Ziekenhuizen blijven dicht. Mensen moeten in huis blijven, mogen niet op straat. Want de politie is doodsbang dat deze man opeens weer opduikt... en opnieuw begint te schieten. CNN zou gemeld hebben dat hij misschien mogelijk ergens in de lucht... of op water, omdat ze hem op land niet kunnen vinden. Heb jij daar iets over gehoord? Nee, we weten wel dat zijn auto is gevonden bij een landingsplaats... waar je zeg maar met je boot het water in kan gaan. Okay, en je hebt daar een enorm bosrijk gebied. Iedereen die wel eens in Maine is geweest, die weet dat. Het is een beetje het noorden van de Verenigde Staten. Ja. Tegen de grens met Canada aan. Heel dun bevolkt. Veel bossen, veel water. En je kan in principe met de boot overal heen. En het is ook nog eens een keer iemand die getraind is in het leger. Die weet hoe die moet overleven, ook in de natuur. Dus het kan nog wel eens echt heel moeilijk worden om deze man te vinden.